Terwijl in veel steden de klassen al maar groter lijken te worden en ouders gaan kamperen voor de schoolpoort om zoon of dochter lief te kunnen inschrijven, zijn er ook scholen die genadeloos moeten verdwijnen. De eerste show trok naar Steenkerke bij Veurne. Kleuterschool De Kleine Reus telt exact 12 leerlingen en daar wringt hem het schoentje. De kleuters beleven er een unieke schooltijd, maar misschien gaan de schoolpoorten binnenkort wel definitief dicht. Welkom in Steenkerke. Jullie zijn hier in de Vrije Kleuterschool. Ik ben Els, ik ben hier directeur met lesopdracht. De kleuters kennen mij als de grote juffrouw Els. Ik werk hier nu al een negental jaar. Samen met de kleine juffrouw Els eigenlijk wisselen wij elkaar af. Momenteel hebben we maar 12 kleuters. Dat is heel weinig. Dat is eigenlijk de limiet. Ik vermoed dat we de kleinste school van Vlaanderen, misschien zelfs van België zijn. Steenkerke is een klein landelijk dorpje. Het is een van de 10 deelgemeenten van Veurne. Ja, het ligt echt in de Westhoek. Bart en de Kuppen noemen ze dat ook soms. Het heeft iets gezelligs. Het is klein, amper een kleine 400 inwoners, vooral landelijk. Het feit dat alle kleuters in één klas zitten, alle leeftijden, van 2,5 tot 6 jaar, werken wij met groepjes. Dus hier zijn ze paaseitjes aan het maken. Dat is eigenlijk een aanbod voor de allerkleinste, maar je ziet dat Margot, dat is een tweede kleuter, en Sterre en Thibaut, dat is derde kleuter, daarvoor gekozen hebben. Dus we hebben eigenlijk een aanbod, maar we laten ze vrij kiezen. In de voormiddag is het zo dat we zorgen dat ze werken op hun niveau. Meestal is dat per leeftijdsgroep, dus de konijntjes als tweede kleuter, derde kleuter is dan de beren en de muisjes. Het is moeilijk om sommige mensen te overtuigen van raadsklassen en van kleine scholen. Ik ben Mariola Farina en ik heb hier 4 kleinkindjes in de school in Steenkerke. Ik woon zelf in Brugge. Ik heb 40 jaar lesgegeven in Brugge. Dus aanvankelijk had ik erg mijn twijfels toen mijn schoondochtertje haar eerste kindje, dus Amalia, naar dit schooltje wou sturen. Met kinderen die niet zo goed mee kunnen, dat we altijd een ander aanbod hebben van een lagere leeftijdsgroep, dat ze op die manier eigenlijk altijd een succeservaring hebben. Want eigenlijk is dat wel heel belangrijk dat kinderen een goed gevoel hebben. En op die manier, als ze zich goed voelen, gaan ze ook kunnen ontwikkelen. Dus hetzelfde ook voor kinderen die echt wel goed zijn. Op die manier kunnen we ze ook iets moeilijker aanbieden. Zoals die kinderen die daar bezig zijn, zijn zo van die elastiekjes, met elastiekjes armbandjes aan het maken. Eigenlijk is dat voor 6-jarigen. Maar ze kunnen het al, dus waarom zouden we ze tegenhouden in hun ontwikkeling? Ik heb zelf ook 2 kinderen die nu studenten zijn ondertussen. En zij liepen hier ook school vanaf hun 2,5 jaar. Zij kijken daar enorm graag op terug. Als ik hen vraag wat hen hier bijbleef aan de school, dan is het toch wel het geborgen, het huiselijke, het familiale. Wij betrekken eigenlijk de ouders graag bij ons schoolgebeuren. Bijvoorbeeld als er in dit jaar kinderen van een kippenboerderij aanwezig zijn, dan snijden wij dat thema aan in onze klaswerking en dan gaan wij daar op bezoek. We zitten hier allemaal samen met de andere mama's. Gewoon omdat het een beetje traditie geworden is dat we een beetje betrokken worden bij de onderwerpen die behandeld worden in de klas. Dat is al jarenlang zo, van als ik hier naar school kwam. Als ouder onder elkaar kennen wij natuurlijk elkaar en is er een soort contact, een vriendencontact. En dat gaat eigenlijk verder dan enkel en alleen hier elkaar zien op school. Maar we spreken een keer over elkaars kind, wat dat ze doen en geven elkaar ook ondertussen tips. Ons leerlingenaantal is eigenlijk de laatste jaren enorm aan het dalen. Dat komt onder andere omdat het dorp dat het eigenlijk verzadigd is. De mensen die er vroeger woonden, wonen er nog altijd. De kinderen zijn de school en het dorp ontgroeit. Dus in feite hebben wij zo om de 6 jaar een lichting nieuwe gezinnen nodig. En
momenteel zitten we ook in zo'n situatie. Dus wij zouden graag kinderen aantrekken, mensen aantrekken uit de deelgemeenten van Veurne. Bijvoorbeeld Egwaarskapelle, Avekapelle, Boeshoeken, Zoetenaaien. Dat zijn dorpen, gemeenten van Veurne, waar geen school meer is. En het zou erg jammer zijn, moest Steenkerke volgen, dat er hier ook geen kleuterschool meer zou zijn. Ik praat bijvoorbeeld nooit met de woorden ik ga naar mijn werk of ik kom van mijn werk. Ik zeg altijd ik ga naar school of ik kom van school. En van mijn collega is dat ook zo. Wij komen eigenlijk graag naar ons klein schooltje. En de ouders waarvan de kinderen hier nu zitten ook, zij dragen ons schooltje echt in hun hart, zoals wij dat doen. Dus dit jaar tellen we 12 kleuters, dat is het minimumaantal. Stel dat wij dat volgend jaar niet meer halen, dan hebben wij wel nog een genadejaar. Het jaar erop moeten we dan opnieuw 12 kleuters halen. Dus het is eigenlijk niet alleen voor ons, zeker niet alleen voor ons belangrijk, maar vooral voor de kleuters die hier nu school lopen, voor de ouders die echt vertrouwen hebben in onze kleine school, dat het nog lang blijft bestaan. Ik ben hier begonnen en ik hoop hier ook te kunnen eindigen. Ja, wat een zalige plek om kleuter te zijn, hè. Ik hoop echt dat het schooltje blijft bestaan.